Hallo allemaal, daar ben ik weer. En dit keer om een video te maken om zo'n beetje te laten zien wat het eindresultaat van mijn haartransplantatie is. Inmiddels is het namelijk 1 jaar en 2 maanden geleden. En het aller eindresultaat is na 1,5 jaar. Ja, ik ben best wel heel erg tevreden. Ik weet niet of jullie het een beetje goed kunnen zien zo. En ook de achterkant van mijn hoofd is eigenlijk bijna volledig genezen. Misschien is het leuk om nog even te zien hoe mijn haar van tevoren was. Let maar op. Was toch een behoorlijk stuk dunner, hè? Het enige is dus dat de kruin nog niet helemaal dicht is. Ik weet niet of dat een beetje te zien is. Of dat nou komt door de doorbloeding of doordat de dokter heeft gekozen om eigenlijk zoveel mogelijk graft aan die voorkant te zetten. Dat weet ik niet. Ik kan een beetje met mijn handen er doorheen gaan. Maar ja, weet je, als je zag wat het eerst was en nu ziet wat het is, ben ik natuurlijk uiterst tevreden. Verder heb ik elke dag een selfie gemaakt van mijn haar, zodat je het kan zien groeien. Ja, ik kan er niet vanaf blijven. Aan het eind iets minder vaak, omdat er dan minder gebeurt. Maar aan het begin zie je heel veel verandering. En die video heb ik nu klaarstaan om aan jullie te laten zien, zodat je precies kan zien wat het proces is geweest. En eigenlijk kun je het haar zien gaan groeien. Ik zal het nog steeds aan iedereen aanraden die hierover twijfelt. Het heeft mij een stuk meer zelfvertrouwen gegeven. Ik ga toch elke dag weer anders de deur uit. Ik voel mezelf beter in mijn vel. Ik voel mezelf knapper. Het is eigenlijk relatief een kleine behandeling, een kleine operatie, waar je best wel een hele hoop resultaat van krijgt. En ik hoop dat jullie het daarmee eens zijn. Dus ik ga jullie nu de video laten zien van de Selfie Day. En mocht je vragen hebben, stel ze dan aan Haartransplantatie Turkije. Dat kan via contact@haartransplantatieturkije.nl of je kan ze even bellen. Ik zet alle links in de bio hieronder. Ik hoop dat ik jullie heb geïnspireerd. Mij zullen jullie voorlopig niet meer zien. Het haar wat is getransplanteerd, dat zal blijven. Het zal niet meer uitvallen. De kans is nog steeds dat het haar wat ik hier al had nog gaat uitvallen. En dan besluit ik om voor een tweede keer te gaan. En nogmaals, heb je vragen, stel ze dan. Doei doei!